YouTube-toets. Like binnen 3 seconden voor een 10 plus. 3, 2, 1, 0. Na 1 komt 0. Baldi is kaal. Baldi is een leraar. Baldi heeft een lineaal. Het is een game-karakter, maar hoe zou Baldi in het echt zijn? Dat heeft iemand geprobeerd na te maken. Oké, de deur gaat open. En daar is Baldi. Oh, snap. Oh, oh. Hij is eng. Hij is eng. Het mooie aan Baldi vind ik altijd dat hij naar voren beweegt door met zijn lineaal te mappen. Stel voor mensen zouden zo lopen. Doe even alsof dit een lineaal is. Soort van creepy. Baldi loopt uit de school. Hij kijkt een beetje om zich heen en dat is Baldi taal voor daar is een mega pestkop. Dat is Bully, de pestkop in de Baldi school. Hij is niet aardig en dat weet Baldi ook. Oh Baldi. Oh nee, ik ben team Baldi. Ik ben niet team pestkop. En ik weet dat Baldi gaat winnen. Kom op, het is een leraar. Hij is slim. Hij rekent gewoon uit hoe hij de pestkop kan laten vallen. Als dat zo werkt. Oh my gosh, dat geschreeuw van Baldi. Oké, hij gaat de school binnen. En volgens mij past de pestkop daar niet in. Ik bedoel, wel met zijn arm, denk ik. Ja, wel met zijn arm. Oké, Baldi, kom op. Zeg maar alsjeblieft dat je sneller bent. Nee, eet hem niet op. Eet hem niet op. Doe het niet, pestkop. De pestkop staat erboven. Oh, hij is zo groot. Wat doet hij nou? Dat is misschien nog wel erger dan opgegeten worden. Oh, het is een nachtmerrie. Oh, Baldi, ik ben zo blij voor jou dat dit een nachtmerrie was. Oké, zeg me niet dat als hij de deur opent, dat er alsnog een poepje ligt of zo, hè. Klaar. Deze video stinkt. Baldi zit aan zijn bureau in het klaslokaal. Hij gaapt en zijn oogjes gaan dicht. Baldi! Kom nou, slapen in de klas. Dat hoort niet. Oh, hij is alweer wakker. Wat hoor ik nou? Dat gepruttel? Wat is er, Baldi? Het klaslokaal is volgelopen met lava. Maar wacht, hij viel wel in slaap net. Zou dit een nachtmerrie zijn? Oh, doe het snel. Spring van je bureau. Oh. Dit is lavales. Je leert over de temperatuur van lava en het rennen voor je leven. Oké, Baldi, kom op. Je kan dit. Lava surfen. Dat zou een sport moeten zijn. Oh, daar hebben we de pestkop weer. En die is aan het roeien met een schep. Er zijn natuurlijk een aantal karakters in de Baldi-school. Bully is er één van. Dan heb je nog de directeur. Dan heb je Playtime. Dan heb je Baldina, de vriendin van Baldi, wat een juffrouw is. En Baldi doet, wat is je plan? Hij kijkt naar de lampjes. Maar gaat hij daar aanhangen? Oh, dat is slim. Ik bedoel, hey, Baldi is geen gymleraar, maar hij kan er wel wat van. Alleen de vraag is, wat is zijn plan? Oh nee, de pestkop schreeuwt. Ik ben echt bang geworden voor die pestkop, hè. Oh, daar hebben we Playtime. Nee. Oh, ik vind Playtime altijd zo zielig. Of niet altijd, maar wel nu ze in de lava staat bijna. Nice. Playtime en Baldi werken samen. En er is daar een deur. Gaan jullie op de deur? Ja, jullie staan op de deur. In de Baldi school zijn deuren niet om open en dicht te doen, maar om op te surfen op de lava. Oké, daar is de uitgang. Jongens, kom op. Jullie kunnen dit. Ik geloof in jullie. Open de deur. Baldi zijn mond. Zeg tot hier gewoon. Yes. Maar was het een nachtmerrie? Oh nee. Buiten is ook lava. Ze dachten in de vrijheid te springen, maar nee. Ik wist dat het was een nachtmerrie. Hij is echt opgelucht. En dat snap ik. En nu loopt hij door de school heen. Maar ik heb het idee dat er alsnog iets raars aan de hand is. Oh, maar het was geen nachtmerrie. Stel voor, de vloer is nu van lava. En jij zou één object mogen kiezen om op te staan. Wat zou dat zijn? Spam het in de comments. Ik zou gaan voor de Eiffeltoren. En dan het puntje daarvan. Baldi ligt een dutje te doen. Want Baldi woont in de school. Hij wordt wakker. En waarschijnlijk pakt hij zijn lineaal. Oh my gosh. Zijn lineaal is weg. Oh, dat meen je niet. Oh nee, en zijn lineaal is letterlijk het belangrijkste in zijn leven. Hij gebruikt het om mensen straf mee te geven. En Playtime heeft de lineaal van Baldi. Oh Baldi, pak je lineaal terug. Nee, zegt Playtime, gaat niet gebeuren. Ze gaat er vandoor. Oh Baldi, hij heeft ook echt zulke ogen wanneer hij verbaasd of geschokt is, hè. Oké, Playtime rent door de gang heen met de lineaal van Baldi. Ik ben stiekem team Playtime. Oh, oh nee Baldi. Oh. Dat is zo'n cliché. Vallen over een bananenschil. Oké, Playtime geeft lineaal aan Bully de pestkop. En nu wordt het nog moeilijker. Kom op, Baldi. Hij denkt na of hij hem terug wil geven. Oh, hij wil hem teruggeven. Nou, dat het zo makkelijk ging had ik niet verwacht. Baldi is natuurlijk hartstikke blij. Loop naar de lineaal toe. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw de pestkop niet. Gaat hij het echt doen? Spam in de comments ja als je denkt van wel. En nee als je denkt van niet. Oké, ga je gang. Want hier komt het antwoord. Oh my gosh, gaat hij het echt doen? Oh. 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 Oh! Het is niet voor niets een pestkop, jongens. Je had toch niet verwacht dat een pestkop ineens spullen teruggeeft aan iemand. Maar we hebben nog de directeur, of niet? Is die er toevallig? Ja, de directeur. En er is één regel. No running in the hall. Je mag niet rennen in de gangen. En wat doet Baldi? Hij rent in de gangen en er staat no running. Oh, nu gaat Baldi nog straf krijgen ook. Oh, Baldi, man. Hij kan er niks aan doen. Hij werd gewoon wakker. Hij wou zijn lineaal hebben en nu moet hij in het naapluiflokaal gaan dutten. Oké, hij wordt wakker. Wat? Oh, nee.
De directeur gooit de liniaal in het toilet. Ik heb echt heel veel medelijden met Baldi. Als wij Baldi een cijfer zouden moeten geven voor zijn leraarkunsten, welk cijfer zou jij geven? Oh my gosh. Slender. En hij rent achter Bully aan. En Baldi en Playtime. Oh my gosh. Slender en Slenderina. Oh, dit is de engste school ter wereld. Wat gaan ze doen? Oh nee, Baldi is zo bang. Playtime en Bully ook. Oh. Wat? Slender heeft een bos bloemen? Voor wie? Voor wie zijn die bloemen? Voor Playtime. Dat meen je niet. En Slenderina die geeft een kusje aan Baldi. Dit is zo raar. Wat? Dit is het laatste wat ik had verwacht. En nu geeft Baldi gewoon weer les. En laat me raden. Ja, Slenderina zit erbij in het klaslokaal. En Slender zit naast Bully. Dude, dit is gewoon een creepypasta school. Welke creepypasta, als jij een leraar zou zijn, zou jij les willen geven? Ik zou Huggy Wuggy denk ik wel. Of nee, eigenlijk niet. Ik denk dat als je tegen Huggy Wuggy zegt, je moet nablijven, dat hij zo is van, dat is goed. Nadat ik jou heb opgegeten. Misschien Kissy Missy. Of nee, ja, bij nader inzien. Nee. Oké, Baldi zit in de klas. Hij staat voor het bord. Bully, Playtime. Iedereen is in de building. Ik heb het Baldi-spel vaak gespeeld. Dus het is leuk om deze karakters nu wat meer te zien leven. Oké, Baldi kijkt verbaasd. Want hij hoort wat. Oh nee. Ik hoor ook wat. Wat is dat? Een soort van water. Wacht even. Doe de deur niet open, Baldi. Baldi, kom nou. Je hoort iets vreemds. Doe de deur niet open. Oh nee. Oh nee. Wat is er? Wat? De school is overstroomd. Nee! Op zich? Oh, ik weet niet. Zeg maar, we hebben het net met lava zien gebeuren. Maar dat was meer een nachtmerrie. Dus is dit dan erger? Want dit is volgens mij geen nachtmerrie. Oh, Playtime is zo bang. Zelfs de pestkop is bang. En dat is een... Oh, een bad guy wou ik zeggen. Nou, die heeft zichzelf al gered. Oh, nee, Baldi. Hij staat echt gewoon op een tafeltje te kijken van... Wat moet ik doen? Zwemles. Heb je dat nooit gegeven aan mensen? Oh, nee. Het water komt steeds hoger. Ze moeten uit het lokaal ontsnappen nu het nog kan. Oké, ik zie daar een tafel voorbij zweven. En natuurlijk helpt Baldi Playtime weer. Ik vind Playtime amazing. In het spel is het trouwens wel super irritant, want iedere keer dat je tegen haar aanloopt, moet je touwtje springen. Dus je kunt nooit gewoon eens een keer langs haar heen lopen. Oh, wacht. De directeur, hij staat daar gewoon. Waarom? Oh, oh ja, natuurlijk. Je mag niet rennen. Moet je nagaan. Zelfs wanneer iedereen in gevaar is, is de directeur nog zo van... Hé, hey, je mag niet rennen, jongen. Dat geldt nog steeds. Oh, wat nu? No running in the hall. Niet rennen in de gang, zegt hij. 15 seconden. Wat? Zelfs nu moeten ze nablijven voor het rennen in de gang. Ze zitten nu 15 seconden in het nablijflokaal, terwijl de school overstroomt met water. Hoezo? Sorry man, maar die directeur is geen goede directeur. Ik bedoel, ik ben geen directeur, maar als ik het wel was, zou ik een uitzondering maken voor het rennen in de gang wanneer de school overstroomt. Dan mag het wel, zeg maar. No drinking drinks in the hall. Wat? Je mag niet drinken in de hal. Oh nee, de directeur wordt boos. Maar hij rent nu toch zelf ook? Oh snap, oké, Baldi. Yes! Vrijheid. En de directeur, ja, ik moet zeggen, dat is wel terecht. Ik had het er net al over. Creepypasta's in de klas. Welke zou je wel les willen geven en welke totaal niet? Eentje die ik niet zou willen... is Granny. Waarschijnlijk omdat ze nooit gaat horen wat je vraagt. Oké, okay, Granny, wat is 1 plus 1? Hè? 1 plus 1. Ik hoor je niet. 1 plus 1. Heeft niet zoveel zin. Maar vooralsnog gaat Baldi de uitdaging aan. We hebben een klaslokaal vol met Grannies. En Baldi staat voor dat klaslokaal zeer voldaan en zelfverzekerd ook wel. Hij gelooft dat hij deze mooie dames les kan geven. Oh nee. De ene Granny wil de andere Granny plagen met een papieren bal. Die waarschijnlijk tegen haar hoofd aan gaat komen, of niet soms. Oh. Oh, ik vind Granny zo creepy. Ze heeft een mega potlood. Ik moet zeggen, ik vind ze wel minder eng nu ze zich zo dom gedragen. Ik bedoel, oh nee, Baldi. Je gooit toch geen bank tegen Baldi aan, jongens. Oh my gosh. Oh my gosh. Oké, 1 Granny die is een soort van niet meer aanwezig. Baldi is boos. Moet iedereen nablijven nu? Is het nablijflokaal groot genoeg voor 20 Grannies? Stop met schreeuwen! Alle Grannies letten op. Zelfs degene die knock-out lag. Huh? Oh. Wat? Oh my gosh, Baldi toch. En daar ligt hij. Nou ja, hè, buitenles is misschien ook een keer leuk voor de verandering. Lekker buiten de school. Ik ben Baldi. Alleen ik ben niet de enige. Weet je wat, ik ga mezelf vermommen. En ik kan denk ik nog wel iets meer gebruiken. En wacht eens even. Waarom staat hier ineens een obby in de lucht? Meestal ligt er dan iets aan het einde. Er is letterlijk niks. Nou ja, ik weet eigenlijk ook helemaal niet waarom ik hier ben. Oh my gosh. Oké, nee, 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 nee. Ik zei nee. En ik zei het vaak. Oké, weet je wat? Ik heb een plan. Er is een hele goede manier om Baldi...
Dit ding is rood. Baldi houdt meer van groen. Er is denk ik een hele goede manier om Baldi in te maken. En dan heb ik het niet over de Baldi die ik ben. Is het een trampoline? Oh, het is een trampoline. Maar dan heb ik het over die Baldi daar. Er is één manier hoe we hem kunnen inmaken. En dat is wanneer hij ons volgt. Ik laat hem rondjes rennen omdat ik dat leuk vind. Nee. We moeten hem ons laten volgen. Kijk, ik heb die ballon natuurlijk niet voor niks. Let op. 3, 2, 1. Yes! 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 Hoe vaak heb ik yes gezegd? Raad het in de comments. Baldi, luister. Wil je een knuffel? Dat is geen knuffel. Abonneer voor meer Nadios.